Dat is de sound op de Reddingsbrigade. Problemen, problemen! Nou, laat maar even zien hoe we dat kan. Dat gaat ook meteen hard. Hiya. Los! Oh, schatje toch! Rustig blijven! Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Ben hier met mijn maatjes en we maken lol. Weet niet of jij dat ook verstond. Dat was Benny op de achtergrond. Elke dag weer een nieuwe show. En lachen ga jij sowieso. 4 uur, ik kom nooit te laat. Ik zorg wel dat die op YouTube staat. Dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en wij zijn aangekomen bij Katwijk aan Zee. En hier gaan wij vandaag een hele leuke dag hebben. Goedemorgen! Zo. Enzo. Robert-Jan. Goedemorgen. Robert-Jan, beetje geluk met rijden. Ja, het was wel druk op de weg. Niet normaal. Overal wegwerkzaamheden ook. We kunnen hier de auto in zetten? Ja, als je hier naar beneden rijdt en dan naar achter, dan gewoon naar binnen zetten, dan staat hij gewoon lekker droog. Goeie. Mocht het nog gaan regenen vandaag? Mocht het nog gaan regenen vandaag? Ja, het gaat regenen. Ja, echt? Ja. En ze zeiden precies op het moment dat wij het water op moeten. Nee. Ja. Oh, dat is wel zuur. Dat is een extra beleving, toch? Ik vind dat wel leuk. Extra beleving, dat is waar. We zijn vandaag aangekomen bij de Katwijkse Reddingsbrigade. Ja, dat belooft een spannend dagje te worden. Ja. Ja, het is een iets andere auto. Ja, wel jammer dat Nederland heeft verloren, want dit... Ja, als je tegenkomen, dan kunnen ze het mooi uitlachen. Het is wel mooi in het oranje dit. Kan ik via zo'n ding schreeuwen met zo'n luidspreker boven? Ja, dat kan wel. Echt? Ja. Mag dat doen? Ja, joh. Die vrouw kijkt al. Als het goed is, moet ik nu wat doen. Goedemorgen. Hele mooie hond, mevrouw. Prachtige puppy. Fijne dag. Oh, die puppy wordt helemaal Nou, dames en heren, we gaan onderweg vandaag met de Reddingsbrigade van Katwijk. Leuk dat jullie allemaal kijken naar een gloednieuwe vlog. Ik zou zeggen, ga er goed voor zitten. Pak lekker een glaasje limonade, een chippy, een lekker cookie. En dan wordt het gekkaas. Gekkaas! Oké, ik stop al. Je ziet meerdere mensen kijken. Wat gebeurt hier? Moet dat een reddingsbrigade zijn? Ja, we hebben ook een luidsbart tuentje doorheen gegooid. Wel leuk, wel leuk. Top, oké, waar gaan we nu heen? We gaan nu naar het strand. Een klein rondje rijden, kijken hoe het er allemaal bij ligt. We gaan lekker even een hapje eten met z'n allen. We spreken normaal de hele dag even door van, joh, is er nog wat bijzonders of nog gevaren waar we op moeten letten. Ja, want voor de duidelijkheid, je bent werkzaam bij de reddingsbrigade van Katwijk. Ja. En hoe lang doe je dit al? Ja, sinds ik 12 ben, nu 24. Echt waar? Dus 12 jaar al zit je bij de reddingsbrigade? Ja. En dan ben je dus al ingerold via het strand? Ik zat hier altijd op de camping. Oké. En op een gegeven moment dan wil je wel even een zomerbaantje, dus ik dacht ik stranddag worden. Ja. En dan, dan geef je op, ga je cursus doen. Volgens kom je dacht dat het vrijwillig is. Oh, echt? Ja. Oké. Dus, nee joh, maar alles goed. Dus per dag krijg ik vrijwilligersvergoeding en dan zit er gewoon de hele dag wacht. Van 's ochtends 9:30 tot 's avonds 6. Serieus? Ja, man. En als het dan, soms wel van die dagen dat het 30 graden is, nou ja, dan zit je gewoon dat het rustig is op strand. Dus dan zit je soms snap ik het. Een uurtje of 11 of zo. Oké, ja, soms snap ik het niet echt dat sommige dingen vrijwillig zijn. Omdat dit is belangrijk, toch? Ja. Ik bedoel, als het een drukke dag is hier, het is mooi weer. Er zijn veel toeristen, soms mensen die het gevaar niet inzien van stromingen, van de golven. Dan heb je volgens mij je handen vol. Ja, nee, zeker. Dat sowieso. Vooral als het druk is. Dus nu met de zomerperiode zitten we dan ook de hele week. Ja. Van maandag tot en met zondag. Oké. En in de na-seizoen zitten we eigenlijk nog een paar weekendjes en voor de rest dan niet. En als er dan wat is, dan worden we door de meldkamer opgeroepen. Dit is het hoofdkantoor? Ja. Het is een beetje zeg maar waar... Maar zo wel alleen naar de andere kant. Want deze posten, we hebben 2 van deze posten. Oké. Ze zijn identiek aan elkaar. Dus we hebben eentje op het noorderstrand staan. Maar je hebt ook dat stuk daar mee kunnen pakken. En de linkerkant nog. Oké. En qua materiaal staat er eigenlijk bijna hetzelfde. Dus we hebben aan de overkant heel hoog een trekkertje staan. Om wel eens naar beneden te rijden. Een John Deere? Nee, dat niet. Nee, een blauwe, zo'n Nieuw-Holland ding. Ja, één potnatje op. Oké. John Deere blijft het mooist natuurlijk. Ah, kijk. Zijn nu al vrienden. Ja. Nou, deze auto, zoals jullie kunnen zien, kan makkelijk ik op strand. Ik moest zeggen, dit is al meteen een lekker toertje zo. Ja, geniaal. Ja, dat is echt top zo. En wordt er dan wel eens wat gevraagd als je zo je ochtendroute doet op het strand? Ja, best wel. Ja, soms hebben we altijd die vaste wandelaars, dus mensen die hun hond uitlaten. En, wat was je naam ook weer? Robert-Jan. Robert-Jan. Dus je zegt dan, hé, morgen Robert-Jan. Ja. Nee, vaak wel ja. Zo, kijk dit al joh. We zijn gewoon aan het zwemmen. We zijn gewoon aan het zwemmen. Zal ik even wat zeggen? Kijk, waar is die? Goedemorgen. Houden jullie een beetje rekening met de kou? Oké, veel plezier. Oh, een hondje. Hoor je ook gek? Hij gaat eens weg, joh. En wat doet die hond nou? Hé. Wegwezen jij. Wegwezen. Ook super droog, hè? Wat? Wow. Oh mijn god. Het is boos aan Nederland verloren. Zo. Die vrouw is met een bakje aan het schudden. Ja, hij is weg. Ook super droog. Zij ze tegen die jongen zou rekenen met de kou eens, jongen. Ja. Maar wat is nou wat, het meest wat je ziet in de ochtend? Dat je denkt van, daar ga ik even wat over zeggen. Of vrij weinig eigenlijk. Nou, eigenlijk hier. Net zoals een mui hebben we dan hiervoor eigenlijk liggen. Ja, mui is toch iets met stroming? Ja. Dus daar links hebben we de zandbank. Daar slaan de golven eigenlijk om. Ja? En dan rechts daarvan, daar slaan de golven niet om. Dat is een mui. Okay. Dus dat betekent dat als het dan laag water wordt, stroomt al het water weg door die mui. Dus als jij niet zo goed kan zwemmen, of je kan wel goed zwemmen, maar die stroming is gewoon heel sterk, word jij gewoon mee zee opgezogen. Ja, dan word je meegenomen in die mui waar geen golven zijn. Ja. Dus 's ochtends doen we altijd een beetje kijken van waar liggen de muien en de gevaren. Dat gaan we straks ook bespreken als we ontbijtje zitten. Maar zo'n mui verschuift altijd? Ja. Okay. Het kan, de ene dag kan hij hier liggen, de andere dag kan hij ook 200 meter verderop liggen of niet trekken. Oké. Okay. Dus dan, en wij zijn altijd degene die gaan testen. Dus dan worden we gewoon ingedropt met waterscootertje, gaan we zwemmen en kijken hoe erg het is. En dan... Serieus? Ja. Meen je? Ja, ook altijd voordat wij rode vlag hijsen, moeten we toch altijd wel even zwemmen om te kijken of het wel echt rood is of niet. Ja, want rode vlag betekent niet verboden te zwemmen. Ja, precies. Dan communiceren we altijd ook met de politie, omdat wij geen verbod mogen afgeven. Oké. Dus dan is hetzelfde als door rood rijden eigenlijk. Dan kan de agent er ook boete voor geven. En hoe duur is een boete als je gaat zwemmen waar je niet mag zwemmen? €230. Ja, dat is zonde. Maar dat is vaak wel, als wij rood hijsen, dan wordt het voor onszelf ook wel gevaarlijk om zee op te gaan. Dus als we gaan, dan kunnen we vaak ook niet meer varen, omdat gewoon de golven te hoog zijn. Dus mensen brengen niet alleen hunzelf in gevaar, maar ook jullie? Ja, dat 9 van de 10 keer zijn het Duitsers of buitenlandse mensen of toeristen. Want mensen die hier vandaan komen, die weten het vaak wel. Okay. Dus we gaan nu ook voorlichting geven met Duitse folders en de zomer staan we ook op de camping, gaan we voorlichting geven. Ja, precies. Toch mensen een beetje te waarschuwen dat daar zwemmen is niet altijd mogelijk. Nee. Ik heb geen idee, mijn Duits zo slecht. Nou, beter dan voor mij. Dat is... Nou, aangekomen bij de tweede identieke post. Nou, was een lekker ritje op het strand. Dat was heerlijk met de auto. En hoeveel bootjes hebben jullie hier? We hebben 2 boten staan en 1 opleidingsboot en een waterscooter. Alles is oranje, zie ik. Ja. Ja, we vertegenwoordigen Nederland goed. Maar ook als het slecht weer is, dan zien ze ons in ieder geval goed varen. Ja. Ah, ik zie het trekkertje ook al staan. Ja. Nou, dat is toch wel een leuk trekkertje. Zo, dit is wel een dikke waterscooter ook. Gruwelijk. Heel erg sick. Hoi joh. Die is wel echt dik, hè? Ziet er wel vet uit. Wow. Wel echt een dikke waterscooter. Ja, toch? Ja, zeker. Wel echt heel erg cool. En we gaan vanmiddag ook nog even mee zee even oefenen en dingen. Oh, heel vet. En hier een bootje, nog een bootje, een grote en een kleine. En dan hebben we hier een trekkertje. Ja, op zich best een trekker, moet ik zeggen. Goeie trekker. Ja. Groter dan grasmaaier. Ja, hij is wel groter dan een grasmaaier, ja. Dikke banden eronder voor het strand natuurlijk. Nou, top. Leuk. Nou, dat is een boven. Hier hebben we Arie. Ja, ik zag het ook al. Die hebben we geschokken gekregen. Uit een nalatenschap. Oh, meen je? Ja, dus we hebben Arie en dan in de loods waar we net waren, die heet Gijsje. Ja. En dat zijn onze opleidingsbootjes voor de jeugd. Dus daar leren we echt de jonge garde mee varen. Nou, dat is mooi. En soms gaat hij ook nog wel eens om. Ja, dat heeft hij nou eenmaal. En de jongen die boven zit, die is mee omgegaan de eerste keer. Oh, echt? Een beetje zakken van... Nou, mooi. Maar het is geen schande als het gebeurt. Mooi spul. Dat er meer zin in worden zijn dan dat het materiaal... Ja, precies. Mensen belangrijker dan materiaal. Wat is dit voor bord? Een bodyboard. Een bodyboard? Oh, daar gaat dan iemand op liggen. Ja. En die zit er nou achter en die sleep je dan mee... Ja, naar de kant. Ja, precies. Want anders moet je steeds op scooter klimmen en zo. En dan draait die... kan je dan wel snel omtrekken. Ja, want ik heb wel eens van die reddingsfilms gezien op internet. Ja. En dan zie je inderdaad wel van die boards. Dat je dan daarop ligt, houden ze vast en dan ziet het er sick uit. Dus eens kijken of we jou het ook nog kunnen leren vandaag. Oei. Er is ook wat water in. Ja, dat komt goed. Kijk, komen we hierboven. Ons uitkijk op. Hallo. Goedemorgen. Zo, jullie hebben een lekker plekje hier zo. Super hè? Dus dit is waar de jeugd hangt. Kijk eens even. Nice. Ja, je ziet wel aardig goed hier zo. Ja. Lekker hoor. Goed uitzicht. Ja, zeker. Kijk, hier hebben we ontbijtplekje. En dan hier hebben we nog een lekker bankje. Klein tv'tje. Holy shit. Wat een tv hangt hier aan de muur. Nice. Kan ik gewoon alles laten zien, Robert-Jan? Ja, alles laten zien. Was het Robert-Jan? Ja. Nice. Wow, ik heb naam onthouden. Hallo. Goedemorgen. 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 Ik ben Enzo. Ik ben Kees. Top. Goedemorgen, Kees. Keukentje. Ik ben even rondleiding aan het geven, Kees. Ja, hartstikke goed. Mooie plek hier. Ja, mooi hè? Ja, zeker. Ja, dus de plek even. Wc'tjes. Kleedkamer, oh dat is voor de dames, dus dat mag niet in. Hier kleedkamer voor de mannen. En dan, geen idee, hier zit nog iets achter. Nou, ja, top. Kan je al zo inzetten. Snel zee op. Dus dit zijn we het pakken op. Dus jammer altijd als we gewoon van de zomer gevaren, als dat langzaam kan vervangen is. Ja. Mochten wij dan de winter of 's avonds inzetten hebben, dan dit van die droog pakken. Ja, precies. Dus kan je gewoon met je kleren in en dan, dan lig je gewoon binnen 10 minuten wel op zee. Ja, precies. Dolle. Ja, want als het goed is, dan is het gewoon gas erop. Ja, dan is het spullen aan en zee op. Ja, dat is zo snel mogelijk. Ja. Nou, echt een mooi plekje. En die andere is dus wat je zei, ook aan de binnenkant ongeveer. Ja, precies hetzelfde. Alleen met af en toe dingetjes aan de muur hangen en zo, dat is wel dan anders. Decoratie een beetje anders, maar de rest... Voor de rest is gewoon alles één pot nat. En wat is nu in deze periode een beetje het belangrijkste wat jullie doen? Wat maakt jullie zo belangrijk deze periode? Sowieso voorlichting geven aan de buitenlanders die komen en ook aan de Nederlanders die in eigen land op vakantie gaan. Ja. Ja, vooral kenbaar maken wat de gevaren zijn van de zee. Dus de muien afzetten. Als mensen in de mui zitten aangeven van joh, ga beter daar zwemmen of ga hier niet in. Ja. Dus dat doen we altijd met vlaggen afzetten. Maar dat gaan we straks ook doen met karretje. Okay. Een apart karretje hebben we daarvoor waar we alles af kunnen zetten. Als het heel erg druk is, dan varen we ook altijd patrouille langs de kust. Dan geven we eigenlijk de zwemlijn aan totdat wij vinden van joh, tot daar kan je wel goed zwemmen. Okay. Dan kun je het ook goed in de gaten houden. Ja, voor de rest op dagen zoals vandaag dat het eigenlijk rustig is op het strand. En we niet heel veel te doen hebben, wat ons nou wat lijkt. Ja. Dan gaan we altijd even oefenen met z'n allen en zo dat iedereen zijn kennis weer op peil is en zijn vaardigheden. En dan, goeie. Dat het weer allemaal goed loopt. En als je dan zo, je had het over zo'n mui hè, waar je dan meegeslepen getrokken kan worden. Maar zo'n mui die verplaatst op een dag? Ja. Ja, dat ook? Ja, dus kan zijn dat hij de ene dag recht voor de pols ligt. Ja. Maar ook zijn dat hij de dag daarna meer voor dat bord op het strand ligt met de zeesterren voor. Ja, want dat zijn een beetje de kenmerken van het strand hier. Je hebt elk stukje strand heeft zijn eigen bordje en hier voor zit het bordje zeester. Ja, ja dat is vooral ook voor kinderen. Okay. Want als kinderen en ouders kwijt zijn, zeggen ik zat ongeveer bij het bord de zeester. Ah. Dan weten wij van joh, oké, dan kunnen we daar gaan zoeken. Ah. Dus we hebben ook voor kinderen dat is wel slim, ja. Dat zijn van die leuke dingen die ze dan verzinnen. Hè? Ja, dat is ideaal. Dat is echt ideaal. We hebben ook van die polsbandjes voor kinderen. Want die loopt 9 of 10 keer loopt ze heel vaak weg. Ja. En dan kan je hier gewoon je naam opzetten in het telefoonnummer. Oh. En dan op het moment dat iemand zijn kind kwijt is of iemand vindt een kind, het telefoonnummer bellen en dan zorgen dat het wordt opgehaald. Ja. Ja, heb je zo in hoogseizoen vaak dat je kinderen helpt om hun ouders weer te vinden? Ja, soms zijn we net een kindercursus. Dat is echt bizar. Dan heb je gewoon hier 5 kinderen zitten die hun ouders kwijt zijn. Ja joh. Of ouders waarvan hun kind kwijt is. Ja, ook heel veel ouders die hebben we ook wel eens een keer gehad. Dus gewoon kinderen aan het zwemmen die hadden niet door dat hun kinderen in de problemen waren. Die lagen gewoon op het strand op een iPad gewoon te swipen. En spelletjes. Gewoon Tinder. En wij ondertussen die kinderen eruit gehaald. En die waren ook onderkoeld en zo. Maar ja, die ouders hebben er helemaal geen idee van. Nee. Dus waar vaak denk ik zoiets van ja, de zee is gewoon is geen zwembad. Nee. Want heel veel stroom. Nee, er is geen badmeester. Nee, ja dat zijn wij. Maar ja, wij kunnen ook niet overal tegelijk zijn. Je kan niet voor elke ouder de taak overnemen om toezicht te hebben daarover. Ja, en als wij ook iets niet zien, dan worden we vaak wel gebeld dat mensen ergens in problemen zijn. En dan zorgen we dat we zo snoerig mogelijk zijn. Ja, als we op strand zijn, dan vooral met die waterscooters. Die gaan 90. Ja, dan ben je gewoon met 2 minuten ben je er wel. Het is wel aardig wat werk dan zo, voor een vrijwilliger. Ja. Zeker. Ja, wat houdt het ook wel leuk, hè. Het is de mooiste hobby eigenlijk die je kan hebben. Oké, want je doet dit wel fulltime? Nee, ook niet. Ook niet? Daarom ben ik dan belastingadviseur in Den Haag. Top. En dan in mijn vrije tijd doen we dit erbij. Oké, dus, nou duidelijk. Vakanties, ik heb van de week een maand vakantie, dan zit ik een maandje hier. Ik vind het nu al knap wat jullie hier doen. Ik ben benieuwd hoe de rest van de dag een beetje verloopt. Als jullie er zin in hebben, ik zou zeggen doe even een duimpje omhoog. En dan gaan we wel mooie dingen doen vandaag. Oké, we beginnen hier met een ontbijt. In ieder geval, zij beginnen met een ontbijt. Marion en ik, intermittent fasting. Dus dat betekent tot 1 uur vanmiddag niks eten. En dan van 1 uur 's middags tot 9 uur 's avonds mogen we eten. En dan na 9 uur 's avonds niks meer. Ik moet zeggen, het gaat redelijk goed. Dit is de 4e dag geloof ik dat ik meedoe. En tot zover geen problemen. Dus goede intermittent fasting. Eventjes voor jullie duidelijkheid, voor zeg maar alle mensen die hier zitten. Even kijken, hoe zei je dat? Ja, je hebt nu net je mond vol, maar hoe zei je dat zo net ook weer qua functie, zeg maar? Want je hebt verschillende functies, verschillende rangen en dergelijke. Ik ben commandant, ik ben een chauffeur, een schipper, een waglid, nog een schipper en nog een wachtlid. En wat zijn Marion en ik dan vandaag? Stagelopers. Yes, let's go. Je moet ergens beginnen, dames en heren. Je moet ergens beginnen. En stel voor, en dat is misschien al meteen ook leuk, denk ik, of handig voor jullie. Stel voor, er zijn mensen die kijken dit en die hebben zoiets van, oké, ik vind het nu al leuk. Ik vind het nu al vet wat er gebeurt. Want het is vrijwilligerswerk. Dus ik denk, mensen kunnen zich aanmelden. Ja. Dan via waar doen ze dat? Komen ze dan naar een van deze twee posten en zeggen ze van, ik wil doen wat jullie doen? Of? Soms wel, maar meestal is het gewoon onze eigen jeugd die... door moet groeien. Maar je kan natuurlijk altijd aanmelden bij www.krb.nl. Oké. En bij die man terecht. Oké, bij Kees. Ja. Oké, nou goed, dat is duidelijk. Dus ja, er zullen vast wel mensen zijn die denken, nou vind ik wel interessant, vind ik wel leuk. Ik woon in Brabant, dus ik ga bij Katwijk aan Zee lekker werken op het strand. Dan kunnen ze ook op Reddingsbrigade Nederland.nl kijken. Oké, dan heb je ook... Dan zie je waar alle andere brigades ook zitten in hun regio. Ja, maar dit is natuurlijk niet de enige brigade. Nee. Maar we doen vandaag wel even alsof. Ja. Ja. Oké, nou ik ben benieuwd. Gaat na het ontbijt geloof ik allemaal beginnen. Oké, dames en heren, daar sta ik dan bij de uitkijkpost. En ik ga even een ander shirtje aandoen. Hoppakee, ik ben er klaar voor. En niet alleen ik, maar Myron is er ook klaar voor. Yeah. Dit wordt nice. Ik ben lifeguard. Maatje XL. Ik hoop dat we mogen houden, ik vind hem heel hard. Oh, wel. Het idee van mij lijkt groter. Echt sick. Reddingsbrigade. Wat is er gek. Gaan mensen redden vandaag. Let's go. Ik hoop het eerlijk gezegd niet. Nou, ik hoop nu ook niet dat er iets gebeurt. Nee. Hey. Maar, wat zie jij? We hebben hem niet ons te wachten. Wat zeg je dan als er een alarm is? Ja, wat zeg je dan? Dat is een goede... Het is geen verschil met je per persoon. Oh. Je zegt gewoon eigenlijk van... je hoort je dat iemand heeft problemen. En dan vanuit daar ga je actie ondernemen. Problemen, problemen! Sukkel. Kijk, die man met het roze shirt, je moet even in de gaten houden, zie je dat? Ja, die zie ik wel inderdaad, ja. Kijk even goed wat hij aan het doen is. Ik moet die ook even bekijken. Ik weet niet of ik dat kan laten zien, maar er staat daar wel inderdaad... Zit het dopje erop? Ja. Het dopje zit erop. Oké, goed. Even de dopjes eraf halen. Hij loopt al weg, hoor. Pas op. Loopt hij al weg? Even kijken of we hem kunnen zien. Ja, we zien hem. Ja, hij is niet scherp. Maar we zien daar de man. Meneer, pas op. Niet te dicht in het water. Ja, hij wordt steeds scherper. Pas op, meneer. Wat hebben we daarachter trouwens? Is het wel, meneer? Huh, dat is een auto in de zee. Ja. Ik zie daar een... Kijk op mijn scherm. Ik zie een auto. Huh? Oh mijn god. Dat is het spiegelbeeld. Wat? Het spiegelbeeld op dit raam naar daar. Kijk, die auto die je daar ziet. Die witte auto, die zag ik via het spiegelbeeld. Het zag er zo raar uit. Nou goed. Kopen ben je zo. We zijn er klaar voor. Ik ben nog te koop. Oh, ben ik nog te koop? Ja. Verkocht nu? Ja, verkocht. Oké, top. Het is wel een beetje fris hier. Ja, het is lekker fris. Ja, aircootje. Heerlijk. Oké, wat is de bedoeling? Ja, mag je de spullen naar beneden gaan rijden? Oh, je inbellen toch? Ja, inbellen en even spullen naar beneden rijden. Oké, top. Nou, is goed. Alles qua rijden vind ik al top. Ja, dan moet je eigenlijk aan Niels vragen of jij ook chauffeur mag zijn vandaag. Ja, ik heb de functie stagiair, maar ik wil eigenlijk de functie chauffeur. Maar goed, misschien moeten we dan eerst een dagje meelopen mogelijk kijken. Zo, vanuit deze os, zo doen. Dankjewel. Chauffeur dus. Kijk, mooi trekkertje eraan al. Ik zie hem al hoor. Waar moet je inmelden dan? Doe altijd hier in de auto. Oh, hier melden we in. Dit is toch zo'n slang dat je met de auto onder water kan? En dat dan via hier... Dit is toch zo'n slang dat je met de auto... Ja, zo'n snorkel. Dat we in het water kunnen. Ja, precies. Zie je? Kun je gewoon in het water met de auto. Het is een snorkel voor de auto. Als we in het water stilstaan en het wordt vloed, dan verzuipt de motor. Dit is onze C2000. Dit is de C2000? Ja, en dat is onze communicatie met de meldkamer. Dus met politie, ambulance, brandweer en ook andere brigades nog. En spreek je dan wel als een leuk vrouwtje? Ja, dat wel. Ja, leuke gesprekken. Ja. Ja? Ja, we weten niet wie er aan de achterkant zit, maar soms wel leuk. Dat is spannend, hè? Ja. Dat is spannend. Nou, de vorige keer kwamen ze ook hier langs even voorstellen. Ze, die spreken altijd... Ja. Serieus? Dat was de leuke? Nou ja, sommigen wel, ja. Nou, druk altijd eerst, mag je straks knopje 6 ingedrukt houden. Dan weet de meldkamer dat we er zijn. En dan... Nu doen? Ja. Oké, knop 6 ingedrukt houden. Klein piepje hoort. En dan mag je 8 ingedrukt houden. 8 ingedrukt. En doe jij een spraakaanvraag. Dan worden we straks opgeroepen en dan mag je hierdoor praten. Wat moet je zeggen? Dan hoor je straks eerst een piepje en dan daarna kan je eigenlijk praten. Okay. Dat de Katwijk 310 weer inzetbaar is. Oké, dus hallo, goedemorgen, Katwijk 310 inzetbaar. Ja. Dat moet ik dan zeggen straks. Ja. Dat is wel spannend. Het is meer zijn taak vandaag. En om met vreemden ook. Ja. Katwijk 310, goedemorgen. Moet ik nog wat zeggen? Ja, we gaan nu wel terug zeggen dat we eens hebben zijn. Goedemorgen. Maak er wat moois van. Hallo, goedemorgen, Enzo Knol hier. Katwijk 310, goedemorgen. U bent op strand? Wat moet ik zeggen? Ja, we zijn op het strand en inzetbaar. Ja, we zijn op het strand en inzetbaar. Over. Ja hoor, dankjewel. Goeie dienst. Dank u wel, fijne dag, groetjes. Is dat goed zo? Ja, ja, dat is klaar. Ja, zo simpel is het. Hoppa! Ik was zenuwachtig. Hè? Ik was heel zenuwachtig. Ja, ik wil het niet verkeerd doen, weet je wel. Dus, ja, is het altijd. Top. Dus we hebben deze onderste, dat is zeg maar voor onze reddingsbrigade aan zich. Okay. Dus daar kunnen we met de andere post mee praten en met de boot als hij aan het varen is en dat soort dingen. Nice. Oké, okay, goed. Ik ga met de trekker rijden. Ja, dan de auto naar voren en dan kan je straks die boot gaan daarmee beginnen. Nou, even kijken hoe het loopt. Het wordt vet. Het wordt leuk. Oké, dames en heren. Tijd om even met de trekker te gaan rijden. Oh, vertrouwde plekje. Rechts beneden. Yes. Nou, laten we even zien hoe we dat kan. Kwart van het draaien. Met eerst even voorverwarming. Zo, het zwaailicht gaat al aan. Achter je. Zwaailicht nu al aan? Ja. Hey, rustig, rustig. Oh. Zo. Heeft dat handje ook zo aan het ding hier zo? Keurig! Ja, mag je die hendel die rechts van je ziet? Het zwarte hendeltje? Ja, mag wel omhoog. Mooi joh! Toppie hè? Super! En dan Enzo rechts, dat oranje pedaaltje, dat is gas. Even naar die trekken. Verder? Nee, is goed zo. Mag je wel omhoog doen? Ga ik nu rollen? De GoPro was er afgevallen. Holy shit! Boy, yo, dit ding gaat hard. Dit ding gaat heel hard. De Boomer 50. Ongelooflijk. Wat een bruut ding, hè? Oef, heel erg vet. Hij is ook aan het scheuren, jongen. Ik heb hem alvast vastgekoppeld. Nou, die kan ook daarheen. Ik wil wel een beetje van nut zijn hier. Ja. Ja, daarnaast. Ja. Oh, mooi joh. De trekker ging er vandoor toen ik hem loskoppelde. Alsof het niks is. Alsof het niks is, joh. En de handrem, die zit links bij je been. Deze? Ja. Ja, ja. Keurig. Hoppa. Ja, geslaagd. Oh. Morgen en zo. Zo, dat was echt dik, hè? Dat was echt nice. Je was helemaal in je natuurlijke habitat, hè? Helemaal in mijn element. Watervoeten staat er, boot staat er. Top. Stoppie. Zo, we hebben een melding gehad. Daar gaan we nu op af. De trekker heeft ons gebeld. Die wil graag gebruikt worden om twee mooie voertuigen het strand op te slepen. Dus we gaan precies deze boot en die waterscooter ook bij de andere post op het strand knallen. Ja. Met de trekker. Niet met de trekker. Autootje. Oh, met een autootje. Mag dat ook weer doen? Even kijken. Even kijken. Ah, die moet er niet te veel vertrouwen, want hij zag me net met die trekker scheuren. Zal ik even wat schreeuwen? Nee. Goedemorgen, dames. Lekker bezig. Oh, dat je dat zo hard hoort. Ja, want ze kijken echt meteen. Ze keken echt meteen. Vanaf hier hoor je helemaal niks. Hebben we wel zo voor de grap gedaan dat je langs iemand reed en ze... Hé, wat doe je daar? Ja. Ja, dan schrik je echt hard, ja. Want ik zei het zo zachtjes en die drie dames die yoga deden, die... Ja, er zijn ook veel mensen die ver op zee zitten. Dan kunnen ze gewoon eruit roepen. Ja, snap ik. Dat moet ook wel hard zijn. Maar wel grappig, want die drie meiden, of dames, van yoga, die vonden het wel helemaal grappig. Helemaal lachen, helemaal duimpje omhoog. Dus het is niet zo dat ik ze aan het storen was tijdens die yoga. Nee. Ze waren zich net aan het omkleden. Goedemorgen, mooie vlieger, mevrouw. Goedemorgen. Agnes. Agnes? Hoi, Agnes. Ja, Agnes is onze Pamela Anderson, is dat. Echt? Ja. Zie je ook wel eens dit soort rare figuren? Kijk dan, hij staat daar met een hemmetje. Volgens mij rijdt het wel echt lekker op het strand, of niet? Ja, sowieso. Ja, veel grip volgens mij. Ja, hij staat ook zo vast hoor. Ja, serieus? Ja. Heb je wel eens vastgestaan, ja? Ja, en of. Ja. En dan moet de trekker eruit slepen, of? Nee, niet gewoon scheppen. Echt? Ja, is hier nu iemand? Ja, zo, een paar mensen. Kijk. Goedemorgen. Hebben we er zin in? Goedemorgen. Graag uw dienstnummer, naam, achternaam en wat komt u doen? Nou, ik ben Justin Verheijen. Ik ben ook lifeguard hier bij de KNRM. Serieus? En wat is je dienstnummer? Ja, joh, die heb ik toch niet. Oh. Hey Justin, goedemorgen. Morgen. Goed, wij hadden begrepen dat je hulp nodig had. Ja, even de bootjes aan de kant zetten graag. Gaan we doen? Ja, dan, Oeh, die ziet er heel serieus uit. Ja, als het godvallig. Die ziet er heel serieus uit. Goedemorgen. Ik ben Enzo. Ik ben Bas. Goedemorgen. Je bent lekker vloggen. Ja, zeker. Mooi. U hebt de leiding hier van deze... Ja, klopt. Top. We hebben nog een schooltje boven zitten. Ah, kijk eens aan. Scholenproject. En zo in deze auto zit. Hallo! Hey, hallo! En daar zit mijn vriendin Myron, zit achterin. Dat is een nieuwe Pamela Anderson van het strand. Nou, dat is mooi, ik kan lid worden. Ja, nou is goed dan, dan gaan we uit de auto gaan helpen toch? Dat is cool. Tenminste, het bootje moest naar het strand toch? Ja. Of doen we alles rustig aan vandaag? Nee, tranquilo. Hey, ik vind het prima hoor. Toch, hey, summer vibes. Nou, daar gaan ze. Even een bootje koppelen. Zo, dat hebben ze vaak gedaan. Ik denk dat we even naar boven moeten, dat is een voorlichting voor groep 7-8. Oh echt? Even gedag zeggen. Ja, even succes wensen. Zo mensen, tot nu toe, lekker weertje, prima te doen, lekker chillen. Nou, daar gaat het bootje. Zal ik even gedag zeggen boven, bij de klas? Ja? Want ze krijgen een voorlichting van wat hier allemaal gebeurt en... Oké. Goedemorgen. Hoi, Enzo. Jordi. Goedemorgen. Enzo. Dat is schrik hè? Hallo. Alles goed hier? Ja. Mooi. Dus jullie krijgen een lesje hier zo. Ja. Nice. En is het leuk? Ja. Mooi zo. Ja, want de zee is raar, hè? Ja. Nou, top. Ik zal jullie niet te lang storen. Maar ja, ik moet ook aan het werk. Dus ik kan niet te lang lol maken hier zo. Wordt gewoon hard gewerkt. Van welke school zijn jullie? Zeeburg. Ah, top. Willen jullie nog wat zeggen in de vlog? Ja. Bye. Nou, allemaal je best doen, hè? Ja. Oké, toppie. Doeg! Doei! Succes, hè? Bedankt. Toppie. Dan gaan wij weer naar beneden. Even snel hooi zeggen op die manier. Altijd leuk. In één keer iedereen verlegen. Ja, helemaal zo shit. Oh. Maar het mooie was, ze waren ook naar buiten aan het kijken. Want ze dachten dat jij nog buiten was. En jij zo hallo. En iedereen was nog zo naar buiten aan het kijken. En toen ineens zo... Hey, deze is ook vet, hè? Kijk dan deze waterscooter. Katwijk Lifeguard. Gruwelijk ding, hoor. Weet je wat ik dus net hoorde? Dat is ook echt gewoon zo. Op de zee heb je geen vaarbewijs nodig. Klopt. Dat wisten wij ook eigenlijk, maar was ik alweer vergeten. Dus we mogen gewoon allebei op de waterscooter straks. Dus we mogen straks gewoon varen, inderdaad. Ja, echt ziek, hè? Ja, echt. Want de zee heb je geen regels van varen. Waar hadden wij toen die mountainbike-wedstrijd gedaan? Oeh, dat weet ik ook niet meer. Was eigenlijk ook ergens op strand. Volgens mij was het hier ook. Dat zou best kunnen, ja. Ben je aan het doen? Nou, dan gaat de waterscooter nog eventjes. Ook al moet ik zeggen, ik vind die mooier. Maar goed, ze gebruiken deze vandaag. De oranje. Zo, zijn ze weer. Zo, dat is gelukt? Gelukt. Top, what's next? Even naar het Noorderstroom nog even kijken, of daar alles veilig is. Mooi. Dan gaan we terug en dan misschien even varen. Is goed, dan stap ik bij in. Nou, tot zover helemaal prima. Nou, rustig aan. Yes. Ciao, ciao. Schiet de start. Hiya. Hoi. Let's go. Aan de andere kant is het ook wel leuk dat er heel veel jongeren werken, want daardoor merk je wel dat er gewoon echt een ontspannen sfeertje hangt. Ja. En ontstaan ook wel stelletjes of niet onderling? Ja, nog vaak? Ja, echt heel vaak. Ook meerdere reddingsbrigade baby's al geboren. Echt? Ja, serieus? Ja, ja. Oh, dat is wel leuk. Daar hebben we nu dan ook zo'n rompertje voor met luibaard erop. Echt? Ja. Ja, ontstaat er wel minstens 1 stel per zomerseizoen eigenlijk wel. Ja? Ja. Zo, dus het is wel een beetje family ook eigenlijk. Ja, dat wel. Ja, je zit toch vaak de hele zomer zit je met elkaar op stand. Dus dan, ja, dan begin je elkaar ook af en toe leuk te vinden. Ja. Of ook totaal niet, dat kan ook nog. Ja, dat kan ook. Ja. Reddingsbrigade, vriendinnetje. Nee. Ook nog niet gehad. Ja, wel gehad. Maar ze zit niet meer bij de reddingsbrigade. Nee, ook. Oh. Ja, oh. Ja. Oh. Hoop je dat er vast komt te zitten en zo? Nee, ik heb geen zin om te scheppen. Ik kan wel vastzetten. Mooi zandkasteel. Als ik iemand moet aanspreken, moet je zeggen. Nee, is goed. Ik heb het ding praten, de hele tijd in mijn handen. Zie je vaak op het strand hier ook mensen die naar schatten zoeken? Ja, echt heel vaak. Ja, toch? Ja, daar loopt er ook in. Ja, ik dacht altijd dat iemand was die dat deed. En hier doen wij altijd oefenen met terreinrijden ook. Oh, we gaan in één keer zo. Dames en heren, Robert-Jan, helemaal gek. Ben je wel eens omgeslagen met de auto? Nee, dat niet. Elke keer hier vastgesteld. Maar we kennen het hele nummer toch? O, Den Haag, een mooie stad. Achter de duinen, de Schilderswijk en het plein. Hoe gaat die verder? Geen idee. Maar daar is toch Scheveningen? Dat is Noordwijk. Oh, dat is Noordwijk. Scheveningen is die kant op. Zo, daar heb ik een vertekend beeld denk ik. Zo, maar ik moet zeggen, dit geeft mij wel heel veel rust. Het is wel ontspannen om zo lekker langs het strand te rijden. Dat is wel soms. Ja. Met geluidje erbij. Ja, dat is echt heerlijk. Dat waar we net langs rijden, zeg maar, daar hebben wij de meeste EHBO'tjes van de hele zomer. Ja? Dat is een uitwateringskanaal. Wat betekent een uitwateringskanaal? Het is een stukje wat doorstroomt. Ja, dus het is helemaal een soort gemaal. Dat als het heel veel heeft geregend in het binnenland, dus ze moeten water kwijt. Ja. Dat ze dan naar zee spoelen. Oké. Okay. Nou, als ze dat doen met 30 graden, dan krijgen we het gewoon met een belletje. Dus plaats iedereen zee die aan het zwemmen is. Dus zeg maar, dan doe je hem in zee leggen, ja. En op de kant gaat hij dan lopen en dan gaat hij eigenlijk om garnalen vissen. Oké. Okay. En als stil strand is mag dat gewoon niet voor. Geniaal. Ja, maar die regels moet je toch ook een beetje weten als reddingsbrigade? Ja. Of, nou, je mag je gewoon, met garnalen mag je gewoon vissen. Oké. Okay. Maar ja, nu gaat hij gewoon lopen. Dan gaat hij gewoon... Ja, hij gaat gewoon nu in het water lopen. Hè? Wat geniaal. Dat is wel zwaar nog, denk ik. Ja. Kijk, hier heb je het hele net in het water liggen en dan heeft hij het om zijn schouder. En dan vangt hij op die manier garnalen. Kijk hem, daar loopt hij. Wat geniaal. Hij is heel geconcentreerd aan het werk. Geniaal. Echt geniaal. Ik heb dit nog nooit gezien. Nee, ik ook niet. Hij heeft straks lekker een maaltje. Zo, briljant. Maar dan ben je dus echt een, hoe noem je dat, Katwijker? Ja, dat is wel echt typisch Katwijkers. Ja? Dus dat zie je wel vaker hier zo. Grandioos hoor. En dan... dat is een beetje wat wij in Italië hadden gezien met de Vespa en dan sardientjes vangen. Ja, dat is een beetje gelukkig man, volgens mij. Ja. Ja. Volgens mij heeft hij het helemaal uitgestippeld wat hij wil. Garnalenvis zo. Ja. Straks lekker garnaaltjes, zonnetje erbij. Ja, bij ons ook wel een paar mensen hebben ook netje. Ja? Nou, ook wel s'avonds gaan we dan... Nou, wel lachen. Ik wist niet dat dit een manier was van garnalenvisje of zo. Ja, die tafel hebben we gevonden die daar nu staat. Die daar? Ja, ja. Echt? Ja. Oh, maar die serieus? Ja. Dat is gewoon een mooie tafel. Ja, die was aangespoeld. Goed, dan zijn we er. Hoe laat is het eigenlijk? 11:30. 11:30. Oeh, over 1,5 uur eten. Ja, ik begin ook wel een beetje te trekken. Ik heb wel trek te krijgen nu. We hebben nog zat liggen. Tof. Oh, je gaat er wel oppakken met een beetje zand erbij. Nee, hij glijdt weg joh. Maar kan je hem niet gewoon van de bovenkant pakken zo? Ja, hoe moet je hem maar pakken? Hij glijdt gewoon weg. Echt? Ja. Doe maar pakken aan de onderkant. Doe maar weer. Het voelt heel raar. Het is gewoon gelatine. Hier, doe op je hand dan. Maar kan die nu helemaal niet meer steken of prikken of zo? Nee, helemaal niks. Omdat hij gewoon dood is. Ja. Dus al deze kwallen die aangespoeld zijn, die zijn gewoon dood. Ja, dus vaak als je eentje tegenkomt in het water, als het hoog wordt, dan gaan ze allemaal weer het water in. Maar het is gewoon dode kwal die je dan tegen aankijkt. Ja. Oei, oei. Ja, even handjes afvoeren. Ja. Dus heel veel mensen hebben faaltjes van als je gestoken bent door een kwal, dan moet je overheen zeiken en dingen. Maar de beste oplossing is gewoon zeewater. Dus gewoon weer terug de zee. Ja, gewoon weer terug en dan weer gestoken worden. Ja, ja, dan ben je alweer in het water als je weer een remedie. Nou, dat heb ik helemaal nooit geweten, joh. Gewoon weer terug de zee in. Maar er liggen best wel veel kwallen hier zo. Maar ja, daar kan je niks aan doen. Dat komt gewoon door de wind. De oosterwind zorgt ervoor dat al deze kwallen aanspoelen. Kijk, hier weer eentje. En die overleven het dus allemaal niet. Dit is best wel een grote, deze. Kijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dat is niet bij te houden. Het zijn echt heel veel. Hier om de auto liggen er ook al een stuk of 6, 7. That's the sound of the police. Nee, de reddingsbrigade. That's the sound of the reddingsbrigade. Dat klinkt niet lekker. Nee. Ja, je hoort het wel echt hard hoor, als je buiten staat. Ga jij eens iets zeggen dan? Want je hebt het niet door hoe hard het is als je in de auto zit. Nee, maar dat is ook echt zo. Zeg jij eens iets. Oh mijn god, het is een knol. Hoor je het hard? Ja, je hoort het hard, maar ik heb het idee dat het uit de band komt. Ja. Goedemorgen. Pas op allemaal hier bij zee, want het is gevaarlijk. Is dat het serieus? Vandaag valt het mee, dus vandaag hoef je niet heel voorzichtig te zijn, maar je moet altijd op je hoede blijven, hè, hier. Goed, en het weerbericht? Goed mensen, het weerbericht van maandag de 28e. Het is op dit moment 12:06. Het is een beetje dampig. Het koelt af. Rond 2 uur gaat het regenen, dus hou de regenpakjes paraat en veel plezier vandaag. Vanavond koelt het af tot het 12 graden. Nou, genoeg gespeeld. Ja. Ga naar binnen. Zo. Maar deze picknicktafel dus? Ja, deze hebben we uit zee gehaald. Wat? Dat is gewoon echt een mooie. Maar er zagen mensen dus de onderkant, die twee poten zeg maar. Ja. Dat stak boven het water en dus dat zijn van mensen die aan het zwaaien zijn. Nou, wie doet dit nou in de zee? Ja, hoe? Is dat van een... In ieder geval een schip is afgevallen of zo. Ja, inderdaad. Misschien was de schipper kwaad als er bemanning niks deed. Ja. Dat ze in tafel zaten. Kunnen jullie niet meer lunchen? Hop, eraf. Ja, bizar joh. Nou goed, mooie tafel erbij. Hey. Zo, daar zit ik weer mensen, op de trekker. Ik ga even richting het strand. Ze gaan alvast een oefening doen. En ik moet even de waterscooter in het water duwen, lossen. Dumpen. Dumpen. Ik dump ze lekker in het water. Dus, goed. Nou, dan ga ik met de trekker weer terug naar hoofdkwartier met de aanhanger eraan. Abba! Zo, staat weer op zijn plek. Wat te gaan eten. Het is op dit moment 1:05 en zoals jullie zagen, ze zijn bezig met een oefening in de zee voor de waterscooter. Stel voor er is iets aan de hand, dat krijgen we straks waarschijnlijk allemaal uitgelegd, dan moeten ze bepaalde handelingen doen. Het is 1:05, dus even brood smeren en over 5 minuten gaan we dan eten. Dus dat is een half uur eerder dan 1 uur. Maar dat betekent gewoon dat we dan vanavond vanaf 8:30 niks meer mogen eten in plaats van 9 uur. En dat doen we eigenlijk een beetje omdat die half uur is net eventjes belangrijk voor het weer. Het wordt straks heel erg slecht weer en als we nog een beetje wat willen meekrijgen van wat we straks gaan doen, is het belangrijk dat we nu even wat gaan eten en dat we dan straks het water in kunnen. Dus dat is even de reden dat we een half uurtje eerder gaan eten. Ja, weer broodje kaas? Lekker. Lekker hoor. Hoppa. Oh, daar heb ik ook wel zin in hoor. Ja, ik ook. Oeh, lekker broodje kaas. En zo nog een croissant. Croissant. Lekker pistoletje. En ja, jammer dat het weer zo omslag. Dat is echt jammer. Ja. Als het mooi weer was, dan was het helemaal top, maar dat heb je niet aan de hand. Hè? Ja, op zich, dit weer hoort dan ook wel weer een beetje bij zo'n reddingsbrigade en zo. Dat het dan slecht weer wordt, dat ze dan de zee op moeten. Ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Dat het cool of zo. Ja, je had het ook koud zo te zien. Ja, maar we krijgen straks een wetsuit aan, dus dat is wel chill. Ja, dat scheelt. Maagje lekker gevuld. Het is tijd om eventjes mijn wetsuit aan te gaan doen. En dan gaan we het water in en dan krijgen we eventjes uitleg over hoe het allemaal gaat gebeuren. Toch? Ja, zeker. Er is achterin en zo. Ja, ja, ja. Goeie reminder. Ja, goede reminder, dankjewel. Oké, deze ga ik aandoen. Ja, je denkt altijd dat de rits voor zit, maar die zit achter. Oké, uiteraard hou ik de camera lekker droog, lekker aan land. Dus de grote camera die ga ik hier achter in de auto laten. En dan ga ik even wat kleine cameraatjes meenemen. En dan ben ik benieuwd of dat een beetje goed erop staat en of jullie het een beetje meekrijgen. Ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in. We gaan ook iets van een scenario doen, man overboord. Ik trouwens niet, want ik heb last van mijn nek zoals jullie weten. Ik heb een nekblessure, dus ik moet een beetje oppassen. En ik heb vannacht verkeerd gelegen. Dus ik heb nu nog meer last van mijn nek. Hij is een beetje stijf hier helemaal aan de rechterkant. Maar als het goed is ga ik overmorgen weer naar de fysio. Maar ze zijn al helemaal daarachter richting het strand. Dus ik ga nu ook even volgen. En dan doet Myron maar vrouw overboord. Ik ben benieuwd. We laten het op ons afkomen. Nou, daar gaan we hoor. Da, 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 da. Check deze deur. Trek je hem open en dan draai je deze eraf, er zit een dopje in en dan trek je eraan. En dan hebben we... Dan heb je vuur. En die blijft ook gewoon branden onder water. Echt? Ja. En hoe lang brandt die? Hoe lang brandt deze ongeveer? 5 minuten. 5 minuten? En dat is zo'n rode vlam? Ja. Mooi joh. Rookt er vanaf. Oké, dus dat mag ik straks doen. Ja. Nee, doen we alleen in noodgevallen. Maar wel ziek dat ik die bij me heb. Ja. En ik heb natuurlijk een, hoe noem je dit ook alweer? Reddingsvest. Best wel veel vliegtuigen komen hier overheen. Vlak bij Schiphol. Ah. Oké. Reddingsvest. Hier moet ik aan trekken als dingen misgaan. Hier zo. Er zal wel heel iets voor mij zijn als het ongeluk afgaat. Maar... En dan heb ik hier een flare. En dan voor de rest, ja. Hoe gaan we nu met wat? Het bootje, met deze? Ja. Oh, sick. Oh, die wordt er nog ingedaan. Hebben we er zin in? Ja. Ja? Ja. Ja. Ik heb zin om te zwemmen, ik denk eigenlijk. Jij? Nou, ik wel koude poten krijg je, maar ik maakt niet uit. Je gaat er wel in, toch? Ja, ik ga er wel in. Woe! Ah, koud! Oh joh, het water is echt krijtskoud. Oh, wacht. Wil je eerst de communicatie willen testen? Communicatie willen testen? Communicatie willen testen met andere post. Ja, is goed. Dan pak je de portofoon. Dan zijn wij de Katwijk 119. Oké. Okay. En dan zeggen ze ja, hallo bijvoorbeeld. Dan vraag je wat is de communicatie. Oké. Okay. Kan je dat? Ja. Dan druk je de spreeksleutel in hier. Oké. Okay. En dan gewoon... Katwijk 211, hoor je 219? Dat ben ik. 119. Oh, 119. Kut, 119. Kut, ik ga helemaal fout. Maar jij wist ook gewoon dat dit fout ging. Via waar hoor ik dat dan? Via dit ding weer? Dat komt daaruit. Ah, dat komt daaruit. Oké. Okay. Volgens mij zijn ze helemaal in de war. 211, de Katwijk 119. Katwijk 211, horen jullie mij? 219? 119. 119? Shit, sorry! Katwijk 211, waar horen jullie luid en duidelijk? 219. Oké, super, gaan we nu het water in. Doeg! Top, nou super. Het klinkt een beetje zagrijnig. Nou, maakt niet uit. Ik stond net in die kwal. Wat stond jij? In een kwal. Lekker hoor. Ik zat tussen mijn tenen. Ah. Een soort van drol. En zo, als we dumpen zeggen, dan doen hun dat ding omhoog en dan trekken we die boot de zee, ja? Ah, oké. Okay. 3, 2, 1. Oh. Oké, Bas. Door. Hoppa! Hé, hey, dankjewel hè! Mooi joh! Mooi joh! Ik ga door! Kun je de kopper er ook bij? Hallo! Hi. Nodig. Ja, gebruik de mat maar. Ik heb pijn aan mijn benen. Pijn aan je benen? Wat is je naam meneer? Ja, kramp. Wat is je naam meneer? Justin. Wat is je dienstnummer? Ik heb wel makkelijk is eerste nek, ja. Oh, dan kan hij gewoon in liggen joh. Ja, kan hij in liggen en dan... Je hebt wel hulp bij nodig, als ik sterk ben ik niet. Wel, Myron gaat helpen. Ja, dat gaat steeds verder. Oh joh, dit is best wel zwaar. Dit is ook wel zwaar. Hey Justin! Hey Justin! En nu moet hij eruit. Ja, hij moet eruit. Maar dat ding ligt goed. Oh, dit ziet er best lastig uit, moet ik zeggen. Ja, je hebt best wel beperkte ruimte zo goed. Ja. Hey, wat? Hey! Zo vijf komt. Hey Justin! Gaat goed? Ja, nu wel. Nice. Lekker hoor. Het klinkt wel een beetje naar vuurwerk hier. Ja, die flare ruik je zwaar hé. Niet normaal. Zijn we nu gezakt? Door de beug. Zijn we nu gezakt. Papa, dikke boy jongen, mama. Dus spacen wat er gebeurt. Als we het echt goed doen, dan kunnen jullie overstappen. Dan tellen we af en dan sturen we af. 3, 2, 1. Later! Denk je dat ik dat kan? Ja. Wat zijn zij doen is veel leuker. Ja, dat mag weer komen. Een stukje varen? Ja, tuurlijk. Deze naar voren doen? Ja. Ja, leer die boot maar even kennen en dan... doe je nu helemaal vasthouden alsof je hem een hand geeft. Zo ja. Oh ja. Oh joh, ik vaar gewoon een boot. Ja. Ja. Woep woep! Als je klaar bent, kan je gewoon gas geven. Hallo! Ja, gas geven. Ring! 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 Dat bedoel je. Oké, dames en heren, wat we nu gaan doen is het volgende. Justin. Wel Justin. Ja, we hebben twee Justins hier. Dat is ja, ook Justin. Jij ook Justin. Justin zonder dienstnummer en Justin met bril. In ieder geval, Justin die gaat zich hier vasthouden en die gaat dan straks overboord. En dan vaar ik eerst een stukje door, want dan doe ik eerst zo van later, alsof ik het niet door heb. En dan later, dan ga ik terug samen met Suzanne. En dan gaan wij rustig hem weer naderen en dan trekken we hem weer de boot in. Let's go. Top, gaan we. Wel leuk om hier te varen, het mag ook gewoon. Ja. Dat is geen vaarbewijs nodig, niks. Nee, dat is echt sick. Heeft iemand van jullie vaarbewijs? Ja, er zijn wel. Jij toevallig wel. Nee. Later bitches! Bye bye! See you later alligator! Jij los zeg, laat ik los! Als ik zeg los, dan gaat hij los. Ja, maar laat het vallen. Los! Woe! We gaan een rondje varen en dan gaan we zo tegen de golf in en gaan we hem op. Ah, oké. Dan ga je dan aanwijzen en dan nu iets zachter varen, want ik heb mij naast moeten liggen en ik ga hem nu voor. Ah, oké. We komen eraan! Rustig blijven! Rustig blijven! Kijk eens even. Nou, je doet het beter dan de geefjes hoor bij ons. Bam! Weer iemand gered! Hoppa! Hoppakee, kom erbij Justin. Heel netjes gedaan. Ik heb het nooit zo iemand zo goed zien voor de eerste keer. Echt? Ja, echt. Hoor je dat? Serieus. Ze heeft er nog nooit iemand zo goed zien gedaan. Ja, gewoon goed. Voor de eerste keer. Dat heb ik vast nog niet vaker gehoord. Dat hoort hij van iedereen altijd. Wat kan ik zeggen? Altijd weer in zijn kontje. Nee, je lag er echt perfect naast. Nou, super. Ja. Blij. Goed gedaan. Lekker gedaan. Oké, schat, ik ga jou redden, ja? Ik zeg nu alvast, niet in paniek raken. Komt allemaal goed. Kom eens, schatje. Zou ik even bij jullie overkomen? Gaat alles goed? Gaat alles goed? Alles goed. Rustig aan, hè? Hij staat aan. Die staat aan. Oh ja. Nee, staat aan. Ja, je gaat zeg maar hier zitten, zo ver mogelijk. Je komt in het water bijna, hoor je? Ja. En wat belangrijk is, als je loslaat... Neus dicht. Nee. Maak je klein. Gewoon een klein balletje maken. Ja, gewoon een balletje maken. Niet plat, want dan... Oké, dus Myron gaat zich klein maken, tonnetje rond en dan gaat ze zich laten vallen. Deed het pijn net? Nee, je voelt helemaal niks. Oh, je voelt helemaal niks, schat? Nat. Ja, water. Ja, het is niet heel koud. Hij heeft het koud. Ja, nat, water. Nee, het is koud. Ik zit net in een kort pak. Oké. Rustig blijven! We zijn van de Katwijkse Reddingsbrigade, we komen u redden! Rustig blijven! Pak mijn linkerpols! Yes! Oh, ik help deze ook wel even! Kom maar, schat! Kom erin! Kom even, kom. Kom maar voor me zitten. Kom maar. Kom even ertussen zitten, de benen overheen. Oh, je been. Ja. Ja, we gaan er weer vandoor. We hebben de buit binnen. Later. Gaat alles goed? Ja? Woehoe. Hoe was dat? Leuk. Dat is leuk, hè? Mooi zo. Ik doe even een helmpje op en dit is wel echt serieus een geniale helm. Het is een beetje een soort brandweerhelm. Ik doe hem hier, doe ik hem vast en dan met deze kan ik blazen. Oh joh, als ik blaas dan voel ik in mijn helm dat hij groter wordt. Strakker. Nee, maar dan doe ik hem dicht. Ja. Klikken. Kijk. Ja. Oh ja. Hij zit nu goed. Nice. Hoor je nog wat? Ja. Ja, ik hoor niet zo heel veel. Nee. Nee. Wow, dat is geniaal! Die is leuk! Maar het is wel zwaar in de bocht! Ja. Het is echt zwaar! Oké, Enzo, ik doe dat voor jou de salto, ja? Ja, 3, 2, 1! Snel boven met dat ding! Ja, lekker! Kijk! Wow! Pak mijn voet! Pak mijn voet! Goed dan echt! In mijn arm. Wat doe je nou? Ik zei toch, laat me vasthouden. Ik kon toch niks doen. Ik kan lang niet hoor. Oké, dames en heren, wat we nu gaan doen is het volgende. Holy shit! Oké, wat we nu gaan doen is, Myron die gaat hier op de plank liggen. Dan gaan we een stukje varen, tenminste Robert-Jan die gaat gas geven. En dan gaat Myron zich laten glijden en dan gaan we haar redden op de manier dat ik haar de plank op red. En dan, ja, jullie zien het wel, wordt leuk. Hij is voor ademhaling. Ze moet nu omdraaien, toch? Ja. Omdraaien! omdraaien. Vasthouden. Ja. Nu kan hij weer. Waarom lach je zoveel? Zo hoort het niet. Was toch in paniek? Dat was hem. Nee, wacht op mij. Zo, dames en heren, dat was het. Helmpje af. Hoppa. Wow, hey, dat was smooth. Let's go. Dat was super smooth. Dat was echt ziek smooth. Damn, slide in DM like. Zo, we zitten weer in de auto. Heerlijk gedoucht. Echt top. Het begint nu te regenen. Dus ik moet zeggen, de timing is echt perfect die we hebben. Echt perfect. En ik vond het heel erg leuk. Ik bedoel, wij zaten natuurlijk af en toe wat te dollen en grapjes te maken. Maar uiteindelijk, en dat wil ik nog wel even zeggen, het werk wat ze doen is hartstikke serieus. De zee is veel sterker en gevaarlijker dan men denkt. Dus ga je aankomende zomer zwemmen, ga naar het strand, hou goed de vlaggen in de gaten. Wat voor vlag heb je? Rood is foute boel, niet zwemmen. Ja, nog gele vlag, dat is gevaarlijk zwemmen. Ja. Dus dan moet je opletten en rij niet verder dan je middel. Oké. En dan hebben we nog een vraagtekenvlag en die eisen we eigenlijk altijd als we een kind gevonden hebben op de post. Ah. En bij gevaarlijke muien dan zetten we altijd een aparte vlag neer waarop staat dangerous currents en gevaarlijke muien. Oké. En dan nog in het Duits, maar daar breek ik mijn nek niet over. Nee. We hebben ook nog een boei voor de muien, die zetten we erin. Die ankeren we vast. Dan weet iedereen echt precies waar een mui zit. Dus moet je dan niet heen zwemmen om met de boei te gaan spelen, maar gewoon lekker ver weg van die boei blijven. Precies. Dan gaat het allemaal goed. Nou, dat is nog even belangrijk om te zeggen. Heb ik nog verder wat aan toe te voegen? Ja, mocht dus in de mui terechtkomen in de stroming, ja, panikeer dan niet. En laat je gewoon meevoeren met de stroming en zwem gewoon naar de zijkant. Dan kom je vanzelf weer op een zandbank terecht. En dan kan je weer staan. En lukt dat niet, zwaai vooral. Ja, want het grootste gevaar bij je mui is dat je in paniek raakt. Ja, en dat je tegen de stroming in gaat zwemmen, dan word je moe. En dan de kans dat je verdrinkt is gewoon veel groter. Ja, precies. Dus blijf wel lekker rustig. Oké, duidelijk. Nou, ik hoop dat jullie wat van mee hebben gekregen. En zoals we al hebben gezegd, let goed op. En veel plezier. We gaan nu terug naar de auto. En dan moeten Marion en ik nog even ergens naar een plekje. In Amsterdam, geloof ik. In Amsterdam. Dus gaan we nog even langs Amsterdam. Maar ik vond het echt waanzinnig. Ik vond het hartstikke leuk. Robert-Jan, heel erg bedankt voor vandaag. Geen dank joh. Ik vond het echt top. Ik vind je echt top, gozer. Als je van het weekend niks te doen hebt en je moet trekken rijden, dan als jullie de nieuwe hebben. Ja, als we de nieuwe hebben. Nee, hartstikke mooi. En sowieso iedereen hier zo, Katwijk van de Reddingsbrigade. Duimpje omhoog voor jullie. Dankjewel mannen. En vrouwen. Niet vergeten. Zo, daar loop ik hoor. Ik ben even een beetje een bijtje met deze helm. Maar we moesten even hier in Amsterdam zijn om even een helmpje te passen. Dus ik heb nu een mooie helm op. Mat zwart. Hoppakee. Gas erop. Ik ga eventjes naar de wc hier en kijk wat ze hebben. Ja. Kijk wat ze hebben. Oh, die gel. Ze hebben gewoon een gele pot gel hier. Dus een typische pot gel die ik vroeger altijd gebruikte. Huh? Ja, het is echt, je lijkt echt alsof je 20 jaar in de tijd terug gaat. Of langer misschien zelfs. Als je hier in de toilet komt. Ja, expres gedaan natuurlijk. Maar echt geniaal. Ik dacht dat ze bij deze wc gewoon zo'n gele pot hebben. Ik had altijd zo'n groene pot moet ik zeggen. Maar zo'n gele is ook wel echt geniaal. Maar we hebben allebei een helmpje gepast. Ja. En we hebben dit helmpje gepast voor iets vets wat er aan zit te komen. En daarvoor moesten we nu al eventjes hier in Amsterdam helmpje passen. Maar dat hebben we gedaan, helmpje pas. Dus we zijn hier weer klaar. Helmpje pas? Helmpje pas, we zijn weer klaar. Let's go home. Myron die heeft gewoon in 10 minuutjes echt het meest lekkere eten op tafel gezet. Dat is ongelooflijk. Dus ik heb hier een lekker wrappie gemaakt met alle ingrediënten die hier staan. Dus eet smakelijk. Noel is er ook weer bij. Basie is er ook weer bij. Heerlijk. Naar een kappertje geweest. Ja, lekker op een keertje. Oké. En wij hebben het gered hè, vandaag de Reddingsbrigade. Echt hè? Ja, was echt goed. Jij ook hoor, je speelde goed iemand die in nood was. Ik was blij dat ik jou mocht redden. Hey. Hij is zo goed, zo meteen wachten. Poging 2 straks. Later. stand maken, hè? Lekker man. Sowieso een team, een SWAT-team. Zo, dames en heren, dat was de vlog voor vandaag. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet dan niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie heel erg graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace! Knolpower!